Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. In de jaren 90 was er sprake van dat het Olympisch Stadion tegen de vlakte zou gaan ten behoeve van woningbouw. Gelukkig werd daar een stokje voor gestoken. Amsterdam Televisie sprak met Anton Geesink over de herbouw. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. Dan komt onze nationale ploeg eerst goed in actie en worden de Belgen totaal overspeeld. Wilkes maakt de bal prachtig vrij, geeft fraai door aan Breger die met een kopbal scoort. U zult het misschien niet zo geloven, maar ik sta op het heilige gras van het Olympisch Stadion. Het Olympisch Stadion werd gebouwd in 1928 ter gelegenheid van het feit dat de Olympische Spelen in Amsterdam werden georganiseerd. Er gingen stemmen op om het stadion af te breken en hier huizen neer te zetten. Maar u ziet het achter mij, de bouw is in volle gang en het stadion komt weer helemaal terug in de staat zoals het in 1928 was. Het is de bedoeling dat het een multifunctionele bestemming krijgt. Een van de dingen die nu wordt gebouwd is een ondergronds parkeerdek. Wat zeker zou moeten gebeuren, althans volgens Anton Geesink, is dat het NOC-NSF hier zich gaat vestigen. Dat zou namelijk een enorme impuls zijn voor de sportstad Amsterdam. We gaan even Anton Geesink vragen waarom hij dat idee heeft geopperd. Meneer Geesink, het NOC-NSF wordt vaak in één adem genoemd, maar het zijn toch twee verschillende organisaties? Dat was wel de bedoeling altijd, maar sinds 1993 heeft het bij elkaar gevoegd. Dus vandaar dat het NOC-NSF heet. En hoe was de situatie voor die tijd dan? Nou, voor die tijd was het Olympische ondergebracht bij het Nederlands Olympisch Comité. En men vond het op een gegeven moment beter om die twee organisaties te fuseren, samen te brengen. Het bestuur van die organisaties, zijn het allemaal sportmensen? Hebben met sport te maken, ja, tenminste. Als we spreken vanaf 3 november, want dan treedt er een heel nieuw bestuur aan. Ons oog viel op een opmerking van u dat het NOC-NSF naar het Olympisch Stadion zou moeten in Amsterdam. Waarom vindt u dat? Nou, in de eerste plaats verbaast het me dat het pas is opgevallen van recente data. Maar ik heb dat al een jaar of 5 geleden, toen de actie werd opgestart om het stadion te behouden. En toen was de algemene overtuiging van, er is wel geld te vinden om het te renoveren, maar hoe houden we het operationeel? En toen dacht ik, denk er goed aan te doen, dat je op een gegeven moment zou zeggen, laten we dan het NOC daarheen brengen, dan heb je alweer een vaste inkomst. Dat was in 1993 ongeveer, was dat mijn uitgangspunt. Bovendien had ik er toch wel wat achtergrondgedachten bij, want ik merkte dat het heel erg slecht ging met het Olympisch gebeuren. En dat kwam vooral doordat die twee organisaties bij elkaar werd gebracht en wij in Nederland op een of andere manier totaal niets voelen voor het Olympische. In Nederland is het Olympische tot nog toe steeds geweest het verkoop van de ringen en de atleten deel te laten nemen de Olympische Spelen. Nou, ik vond dit een prachtige geste, als men het zover zou kunnen krijgen, dat het Olympische gebeuren zich af zou spelen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat was een reactie van mij op die actie om het stadion te behouden. Dus je zou dat eigenlijk kunnen beschouwen als een oprisping van mijn kant uit. Ja. Maar ik vind het nog steeds een goede oprisping geweest. Ik heb dat geconcretiseerd in 1995, heb ik dat schriftelijk voorgesteld, daar is niets mee gedaan. En nu een paar weken, alweer een paar maanden geleden, heb ik het voor de derde keer gedaan. En alleen maar om in de hoop dat wanneer 3 november het nieuwe bestuur aantreedt, dat vanaf dit moment ook de aandacht zal worden gevestigd op het prachtige Olympisch Stadion in Amsterdam. Heeft het Olympisch Stadion al gereageerd? Nee, helemaal niet, nee. Dat is vreemd. Ja, misschien is men in Amsterdam er zelf wel niet in geïnteresseerd. Ja. Nee, want uiteindelijk is het zo dat als ik zoiets aankaart, is het niet mijn taak om de mensen die bezig zijn met het Olympisch Stadion te contacten als zij erin geïnteresseerd zijn
om het een deel van het Olympisch gebeuren naar Amsterdam te krijgen. Mm. Je zou nou bijna zeggen van misschien komt Rotterdam wel op over de brug door te zeggen van wij willen het wel hebben. Ja. Want kijk, als je gaat praten van de fijnste stad waar het gehouden, waar het zou moeten komen, zou ik altijd zeggen Utrecht. Maar Utrecht heeft een Olympisch stadion, dus nee. Je komt weer in Amsterdam terecht. Maar dat komt omdat u zelf uit Utrecht komt. Ook dat ja, maar precies. Het ligt centraal. En, ja. Nu zouden op Papendal de sportbonden zich vestigen. Daar is eigenlijk nooit iets van terechtgekomen. Waarom niet? Nou, dat is al een belangrijke reden. U haalt het zelf aan. De Papendal is toen die tijd gecreëerd om alle sportbonden daar domicilie zouden kiezen. Maar, uiteindelijk is het zo dat het is toch voor vergaderingen is het voor ons ook al een probleem om daar te komen. Maar het is niet alleen voor ons, maar ik krijg vrij regelmatig IOC-collega's over. Ik krijg NOC's of bestuurders van internationale federatie die op weg zijn naar Lausanne. En die maken dan stopover in Amsterdam. Ja, ja. Je kan ze moeilijk vanuit Amsterdam naar Papendal brengen. Ja. Maar als je nu zou zeggen van we hebben het Olympisch Stadion of we hebben een Olympisch kantoor in Amsterdam of in Rotterdam of in Den Haag, dan zou je er makkelijker naartoe gaan. Ja. En nu dat ik Den Haag noem, uiteindelijk zou het beste zijn Den Haag. Want daar heb je de regering zitten en een heleboel internationale sportbestuurders zijn meestal ook nog diplomaten. Ja. Dus en dat heeft weer te maken met de bekende lobby. Dat heeft te maken met de bekende lobby. Je kan het invullen zoals je wil. Nu maar vanwege een, de Olympische traditie vind ik dat er zoveel mogelijk van het Olympisch gebeuren naar Amsterdam moet. Ja. Maar, nogmaals, Amsterdam moet zelf actie ondernemen. Een woordvoerster van het NSF heeft gezegd dat u op persoonlijke titel spreekt. Zijn ze het er niet mee eens? Ja, het zou me eigenlijk een zorg zijn hoe een ander over mij denkt. Ik vind dat het mijn taak is, als lid van het Internationaal Olympisch Comité, heb ik de taak om de belangen van het Olympische te beschermen, te verdedigen. En als ik denk dat ik iets moet zeggen wat of ik persoonlijk vind, dan moet me niet zeuren dat ik op persoonlijke titel handel. Dan handel ik dan altijd uit naam van het Internationaal Olympisch Comité. Want dat is het voordeel als je lid van het Internationaal Olympisch Comité bent, dan heb je een dubbele functie. Dan ben je statutair lid van het NOC en je bent dan als IOC-lid, dus ik kan altijd als IOC-lid zeggen, en dan spreek ik in de geest van het Olympisch gebeuren, dat men monumenten die te maken met het Olympische in bescherming moet nemen. Ja. Dus of ik dat nou doe als lid van het NOC-NSF-bestuur, of dat ik het nou als IOC-lid, het gaat er maar om, vindt men het ja of nee? En dat is het enige wat ik eraan doe. Ja. Nou, als Amsterdam er niets voor voelt en het NOC er niets voor voelt, dan is het over, want ik zal absoluut daarvoor niet de barricade opgaan, omdat ik het zo simpel gebeuren vind dat ik bijna zou zeggen, ja, Amsterdam zou dat eigenlijk met twee handen moeten aanpakken. Ja. En als Amsterdam gezien heeft, dan gaan we met Rotterdam. Dan vind ik dat ik dan het initiatief moet nemen of er iets in Rotterdam zou kunnen komen, ja. Of in Utrecht. Maar het zou natuurlijk, denk ik, gezien nog even een paar jaar terug, de strijd met Barcelona die we verloren om de Olympische Spelen hier te krijgen, zou dit voor Amsterdam natuurlijk een prima kans zijn om Amsterdam zich weer als sportstad te laten profileren. Ik heb dat, ik heb absoluut geen achtergrondgedachte daarin. Voor mij is het een Olympisch stadion wat prachtig gaat worden. Ik heb de maquette, ik heb wat tekeningen gezien. Ik vertrouw erin. Ik ben ook heel erg gelukkig met het initiatief. Maar de functie van het Olympisch stadion zou niet compleet zijn als daar geen ruimte zou komen voor het Nederlands Olympisch gebeuren. Ja. Dat vind ik gewoon. Even naar de Tour de France. Afgelopen zomer. Is dit nu een heksenjacht of een duidelijk signaal van heren topsporters tot hier en niet verder? Ja, op een gegeven moment is het zo dat je het probleem hebt in het leven dat iets via de gematigde lijn eigenlijk niet wordt opgepakt. Dus het is net of je een schokeffect nodig hebt. Dat begon al in 1988 met Johnson tijdens de Spelen van Seoul. Die gedichtificeerde. Nou,
dit heeft zo'n enorme impact gehad dat het IOC een verklaring afging. Vanaf nu gaan we er extra aandacht aan besteden. Nou, helaas is dat in Nederland nooit opgepakt. In Nederland hebben we niks gedaan aan die dopingzaak. Dus we raakten zelf onze IOC-accreditatie kwijt. Ik heb toen in de jaren 90 heb ik een convenant gestuurd naar een x-aantal atleten met het verzoek of zij die wilden inleveren en dat zij beloofden eerlijk te sporten. Nou, dus wereldwijd gebeurt er weinig om het te bestrijden, maar er gebeurt een heleboel in het gebruik. Dus dan moet je op een gegeven moment iets ondernemen wat een schokeffect heeft. Ik keur het af, zoals de enorme manier zoals dat tijdens de Tour de France is gebeurd. Maar andere wetten, andere zeden. Dus ja. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen, maar ook nu heeft dat een schokeffect teweeg gebracht. Nu gaat de hele wereld gaat eraan beginnen. Ik vind het wel. Ja, ik ben er erg verdrietig over. Wat als met Kees Priem wordt mm-hmm. uitgehaald. Ja. Ik vind, als je nu toch Europees denkt, wat maakt het dan ook uit of iemand nou afwacht in Frankrijk of afwacht in Nederland. Ja. En dat is dus dubbel standaard, vind ik. Even naar de actualiteit van vandaag. Huibrechtse, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Hij is toch in het gelijk gesteld. U heeft zich toch in die tijd op niet mis te verstaande wijze uitgelaten over Huibrechtse, over de hele zaak? Absoluut niet. Ik heb helemaal niets gezegd. Nou, als u denkt aan hetgene wat ik heb gezegd in wat er zich in Nagano heeft afgespeeld. In Nagano werd mij de vraag gesteld hoe ik erover dacht over die vermeende uitspraken. Toen heb ik gezegd van, ik vind dat iemand recht heeft op een slechte dag. Mm-hmm. Als tweede heb ik gezegd van, ik blijf erachter staan totdat de rechter het tegendeel aanduidt. Dat is geweest dat ik op een gegeven moment een correctie heb aangebracht. Dat was dan toen men het nodig vond om het IOC als een dubieuze organisatie te kwalificeren. En op een vraag of ik iets met zijn niet-verkiezing te maken had, dat er gezegd werd, het is hier niet de plek om het modder te gooien. Toen was het mijn plicht om een correctie aan te brengen ter voorkoming dat het probleem van de ex-voorzitter met de Volkswand zou verworden in een probleem IOC-Volkskrant. Mm-hmm. En dat is het enigste geweest. Ja. En ik blijf er nog voor de volle 100% achter staan wat ik heb gezegd. Nu las ik vandaag in de krant dat het niet ondenkbaar zou zijn dat de algemene ledenvergadering van het NSF-NOC zou kunnen besluiten om Huibrechtse terug te willen als voorzitter. Wat is uw reactie daarop? Ik heb daar helemaal niets in te zeggen. We zijn nog bezig. We zijn nu bij het NOC bezig al 7-8 maanden met een schoonmaakoperatie. En ik denk dat die schoonmaakoperatie nog minimaal 2 jaar moet duren. Ik denk dat dan pas de tijd is gekomen is daarover te gaan praten. Wie of er wel of niet in kan komen. En ik denk toch wel dat de organisatie, en dat bedoel ik de leden, toch ook wel willen weten hoe het allemaal in elkaar zit. Hè? We zijn nu dus op een situatie dat we het zoveel mogelijk die schoonmaak. Operatie is eigenlijk nog pas voor een tiende deel is die voltooid. Dus er is nog een heleboel te doen. Ja. Dus ik, maar nogmaals, wie ze ook bij het NOC of NOC willen kiezen als voorzitter of als bestuur, is iets wat mij niet aangaat. Want ik ben dus je zou bijna kunnen zeggen, stabiele factor, want ik mag lid blijven van het bestuur tot mijn 80ste jaar. Ik ben 64. Heeft dus, u nog even te gaan. Dus ze kunnen nog 16 jaar van me genieten. En ik van hen. Tot slot iets wat ook speelt nu. De finale EK voetbal gaat naar Rotterdam. Ja, Rotterdam staat bekend dat het goede onderhandelaars zijn en goede werkers. En Amsterdam gaat er altijd vanuit
van het komt automatisch komt naar ons toe. Ja, ja, ja. Maar het is toch zonde? Hoogmoed komt voor de val, dat merken die. Ja. Maar als je toch kijkt hoe Amsterdam bijvoorbeeld met de K-Games is omgegaan, dat toch heeft gedekt, om het zo maar te zeggen, financieel, dan is het toch jammer dat die finale niet hier komt. Ja, dat is nog precies hetzelfde. Ben je bereid je in te zetten om het Olympisch Stadion zoveel mogelijk het Olympische erin te krijgen? En heb je als Amsterdam je uiterste best gedaan om die EK op beide vanzelfsprekend vanuit gegaan dat je het zou krijgen? Want kijk, als Rotterdam 4 miljoen ervoor over heeft, het is natuurlijk te gek om los te lopen dat Amsterdam er maar 1 miljoen nodig voor hebben. Ja. Want dit is ook weer een bedrag waar niet over valt te onderhandelen. Kijk, als het een verschil ligt tussen Rotterdam en Amsterdam in een paar ton, dan kan ik me voorstellen. Ja. Maar om nou de Olympische of de EK-finale naar Amsterdam te halen, dat je dat maar 1 miljoen gulden waard is, nou, dan ben je echt bezig voor een dimpeltje op de eerste rij te zitten. Ja. Maar ik heb er geen probleem mee, want ik vind Rotterdam een fantastische stad. Net zo mooi. En een prachtig stadion. Ja. Okay. Maar een goed grasveld. Goed. Meneer Gijs, ik bedank voor het gesprek. Graag gedaan.